aflevering 14, vlog Beleef Bemmel, Henk en Frans komen langs. Henk, we staan hier in een supergezellig straatje met een bijzondere winkel. Ja, de HEMA voor mij ook heel bijzonder, want ook mijn dochters hier allebei werken. Oh. En het is feest. Laten we gauw naar binnen gaan. Ik ben benieuwd, Henk. We staan hier in de HEMA Bemmel, de meest gezellige HEMA van de hele omgeving hier aan de markt. En we zien het team van de HEMA. Fijn dat we jullie mogen zijn. Kunnen jullie je even heel kort voorstellen, jullie namen? Ik ben Ali. Ellie. Mandy. Wendy. Marloes. Marloes. Janne. Melissa. Melissa. En Laura. En Laura. En nog veel meer die hier niet bij staan, het hele grote team. Wij zijn blij dat we hier mogen zijn. De HEMA is toch wel een hele bijzondere winkel. Zit een beetje in ons bloed. KLM, Fokker en de HEMA. Kunnen jullie iets vertellen over jullie HEMA hier in Bemmel? Nou, ja, dat kunnen wij best. We zitten hier sinds 2012 en ja, wij proberen hier, zoals het nu al feest is, eigenlijk iedere dag wel een feestje van te maken voor onze klanten. Vrolijkheid en aandacht is voor ons eigenlijk het belangrijkste woordje. En ja, misschien maken we daar mee het verschil voor de andere, ten opzichte van andere HEMA's. Ja, wat leuk. En ik heb begrepen dat jullie als HEMA ook in een soort feestjaar zitten, dat binnenkort 4 november iets te vieren valt. Wat gaat er gebeuren? Oh, HEMA 95 jaar! 95 jaar, ongelooflijk! Ja. Wat ik al zei in het begin, HEMA is toch een hele bijzondere onderneming. Hoort een beetje bij ons, hè, in ons bloed. Dus we vinden het altijd fijn als er om de hoek een HEMA zit. En hier in Bemmel aan de markt, supergezellig. Kunnen jullie iets verder vertellen over jullie plek hier in Bemmel? Over de pluspunten hier in Bemmel? Wat jullie als pluspunten ervaren en misschien voor de toekomst als kansen ervaren? Nou, ik denk dat wij hier met de markt gewoon een heel mooi plein hebben en een heel mooi locatie hebben met onze winkel. Ook voor de andere winkels die daar natuurlijk zitten en de horeca. Dus dat wij qua locatie het hier prima hebben getroffen. Ja, het mag wat bruisender misschien in Bemmel, wat meer in de horeca. Zeker, ja, gewoon wat meer evenementen, wat meer gezelligheid. Dat mag natuurlijk denk ik wel voor Bemmel. En daar worden wij allemaal wel blij van. Ja. Ja. Nou, als ik jullie zo zie hier in deze geweldig mooie winkel, word ik er zelf ook al blij van. Even kijken of we een klant kunnen vinden die wat kunnen vragen. Ah, mogen we u wat vragen misschien? Ja, zeker. U staat hier in de HEMA. Waarom komt u bij de HEMA? Nou, meestal koop ik mijn make-up hier, omdat het sowieso ook diervriendelijk is en daar houden we van. En ik vind het fijne make-up. Nou, leuk om te horen. Zeker. Ik vond het fijn dat ik hier mocht zijn. Ik vind het heel bijzonder dat jullie hier als team van de HEMA zo elke dag je benen onder je achterwerk lopen om de klanten goed te bedienen. Als ik hier zelf kom, word ik altijd snel bediend. Je kunt hier alles vinden. Goed geholpen. Ga zo door. Dank jullie wel. En volgens mij vieren wij gewoon nog even een feestje. Ja. Precies. Nou, dat is een mooie afsluiting. We gaan nog het stokje overdragen. Ja, we geven het door aan Terstal. Aan Terstal, nou super. En nogmaals bedankt dat we hier mochten zijn. Nou, leuk dat jullie er waren. Tot de volgende vlog.